Goedemorgen Klaas, vandaag gaan we lezen. Groep 7 van OBS Voordorp heeft een hele leuke juffrouw. Juffrouw Lieselot heet ze. Wie weet nog waar we gebleven zijn? Op bladzijde 55, hoofdstuk 3. Ze is altijd erg vrolijk en maakt grapjes. Zegt de ene man, wie het hoofdstuk mag beginnen. Ze kan ook streng zijn als het nodig is. En als iemand iets niet snapt, is ze erg behulpzaam. Ik snap het niet. Maar op een dag gebeurde er iets vervelends. Vandaag gaan we het hebben over Adolf Hitler. Hij was de baas van... Juffrouw Lieselot werd ziek. Klas, ik heb helaas slecht nieuws voor jullie. Juffrouw Lieselot is ernstig ziek, dus ze kan de komende maanden geen les meer geven. Juffrouw Lieselot is in het ziekenhuis opgenomen. Een groepje kinderen van groep 7 gaat op ziekbezoek. Hoi jongens. Dankjewel. Juffrouw, hoe gaat het met u? Niet zo goed. Ze weten nog steeds niet wat ik heb. Hoe gaat het met jullie? Gaat wel, maar we missen u wel. Volgende week krijgen we een nieuwe juf. Oh ja? Hoe heet ze dan? Mevrouw Zwart. Mevrouw Zwart? Nee toch? Ik ken haar nog wel van vroeger. Ze is erg vreselijk. Wat doet ze dan? Ze slaat kinderen. Als je even iets vraagt aan een ander, word je meteen naar de gang gestuurd. Slaat ze kinderen? Juffrouw Lieselot heeft een idee. Met deze telefoon kunnen je dingen opnemen als ze rare dingen doet. En dan kan je dan aan de directeur laten zien. Goed idee, dat gaan we doen. Vandaag gaan we rekenen. Allemaal je boek pakken, nu! De nieuwe juffrouw, mevrouw Zwart, is inderdaad erg vervelend. Opletten! Anders word ik echt boos. Je kan allemaal nablijven. Wie nu niet oplet, gaat de klas uit. Zijn jullie doof? Ja? Ik snap het niet. Wat is jouw probleem? Ik heb toch 30 keer uitgelegd? Je zoekt me uit met je sommetjes. Ja, wat is er? Juffrouw, mag ik naar de wc? Nee, je wacht maar lekker tot 12 uur. Sterren, kom eens naar voren. Ik wil dat je deze som uitrekent. 8 miljard keer 222.222. Er zit er 10 naast! Het eindigt niet op 60, maar op 70. Nu krijg ik 10 stokslagen. Draai maar even om met Buk. 7, 8. Met de camera 9, van de juffrouw 10. Wordt alles gefilmd. Auw! 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8. Wat moeten we nu doen? We moeten naar de opperbaas van alle scholen. Ja, de regering. We nemen nu meteen de trein. Naar Den Haag. Kom, we gaan. En zo gaat een groepje kinderen naar de regering in Den Haag. In Den Haag is de regering hard aan het werk. Crisis is het, we moeten echt iets doen. Ja, maar we hebben ook al heel lang geen bezoek meer gehad, hè? Ja, wat moeten we doen? We lopen weet ik veel. Nu we zijn we gestart. Wat is hier allemaal aan de hand? De juf is helemaal gestoord. De kinderen vertellen de regering het verhaal van de vervelende juffrouw. Ze laten ook de filmopnames zien. 1, 2, 3. Oké, dit kan niet. We gaan gelijk actie ondernemen. Oké, tot ziens. Doei. Jullie hebben allemaal vandaag niet opgelet, dus jullie krijgen huiswerk mee. Als jullie dat over een paar dagen niet af hebben... Mevrouw Zwart, u hebt kinderen mishandeld, u kunt ze geen les meer geven. Nee, wat u doet is echt heel erg. U bent vanaf nu uit het land verbannen. Zaken gesloten. Mevrouw Zwart wordt weggestuurd. Juffrouw Lieselot was snel weer beter en kon weer lesgeven in de klas. Gelukkig maar. En we gaan er vandaag een leuke dag van maken. Yeah!